Het nieuws zit eigenlijk alleen maar achterin bij de M3 Touring. Dus ik ga jullie even de kofferbakken laten zien. Super handig trouwens met BMW. Dat je dit kan doen. Ik kan er zo bij. Maar hij heeft ook een elektrische kofferklep. 500 liter bagageruimte. Nou ja, en dan als M3. Bedankt voor het kijken. Voor de vorm zullen we nog één rondje driften dan. Zo van deze auto. Eigenlijk van alle drie series wel. Nee, even serieus, natuurlijk M3. Ja, leuk, ja, fantastisch, duur, veel pk. Maar ik weet nog, introductie van de 330i. Dat was de eerste sedan. Dat ik ook dacht, ja, het is echt gewoon geweldig gedaan. Gewoon het onderstel. Ze hebben echt keuzes gemaakt om er gewoon een lekker sturende, echt sportieve auto van te maken. En echt iets anders dan bijvoorbeeld een Audi Quattro, maar wat te noemen. Deze auto heeft ook X-drive, vierwielaandrijving, maar toch, het karakter is zo anders. En ja, jullie hebben dat natuurlijk ook beloond met de Autoblog Auto van het Jaar verkiezing. De winnaar, dat is deze BMW M3 Touring. M3 Touring, altijd X-drive. Het is altijd de competition, betekent 510 pk, geen 480. En altijd de Steptronic 8-trapsautomaat. Ja, stiekem misschien ook wel gewoon helemaal prima. Natuurlijk, er is te pleiten voor, ja, achterwielaandrijving, kan lekker overal driften en zo. Maar dat kan blijkbaar met deze ook. En ik zal je straks meer gaan uitleggen voor alle rijmodi. Want hij kan dus ook louter als achterwielaandrijver worden gereden. Dus weet je, eigenlijk, ja, dit is een auto die dan dus echt letterlijk alles kan. Iedereen vindt het fantastisch dat BMW dit doet. Hè? Geruchtenmolen draaide al heel lang. Er komt een M3 Touring. Oeh, fantastisch. Maar is het ook een goed idee? Nou, daarvoor ben ik even in historie gedoken. Kijk, het is een goed idee, want ik word er echt oprecht hebberig van. Maar gaat BMW hem ook een beetje verkopen? Er zijn natuurlijk een aantal van die auto's, die zijn er of altijd als sedan, M3, M5, of juist als station, de RS6 en de RS4. Dan kan ik niet van alle auto's de cijfers goed terugvinden, maar ik heb de C6 RS6. Die was er natuurlijk in eerste instantie als Avant en toen kwam er de facelift en toen kwam die ook als sedan. C6 RS6, 8000 stuks totaal verkocht. De sedan, zegt Wikipedia, maar Audi communiceert daar zelf niet over, iets van 1500 stuks waarschijnlijk verkocht. Mijn gevoel zegt dat dat al aan de hoge kant is. Als je gewoon kijkt naar tweedehands auto-aanbieders, van, dan zie je ze eigenlijk bijna niet. Dus of ze staan allemaal in een kelder in de collectie, niemand doet ze ooit weg. Of ze zijn er stiekem misschien nog wat minder van verkocht. Dan gaan we dichter bij huis. BMW heeft twee generaties van de M5 ook een Touring gebouwd. De EV34 M5. Geweldig auto. Ook een 6 in lijn, net als de M3 Touring. Ik denk dat als je formaten naast elkaar zet, dat je een beetje schrikt hoe groot de M3 Touring ten opzichte van de M5 van destijds is. Maar goed, dat maakt niet veel uit. Verkoopcijfers, totaal E34 M5, alle verschillende versies, 12.254. Lekker specifiek inderdaad, hè. Van de Touring, 891. Niet een doorslaand succes, zou je kunnen zeggen. Maar wel gaaf dat hij er was, dat absoluut. Toen deze even een generatie geen Tourings, E39. En toen bij de E60, E61, toen kwam er weer een Touring inderdaad. En dus die fabuleuze V10, echt een geweldig blok. Niet de fijnste versnellingsbak, maar maakt het me niet uit. Gewoon een auto die echt lekker ruig, gaaf. Klinkt goed. Verkocht van de sedan E60 M5 dus 19.564 stuks. Van de Touring net boven de 1000. 1025 stuks. Dus ook niet echt een doorslaand succes. Ik weet niet hoe de business case is voor een autofabrikant of dat dan nog net uit kan. Misschien net, maar ik denk dat ze stiekem er meer van hadden verwacht. Nou ja. Nu is deze M3 Touring er. Ja, gaan ze boven de 1000 uitkomen? I don't know. Kijk, die C6 RS6 en de M5 Touring, de E61. Ja, dat
dat zijn economisch wat onzekere tijden. Oplopende rentes, huizenprijzen die aan het kelder waren. Enorme autoschulden in Amerika, banken die omvielen. Klinkt het bekend? Ja, dat gebeurt nu ook een beetje. Wat niet een garantie wil zijn voor een enorm slechte economie en daarmee slechte verkoopcijfers. Maar het helpt niet mee. Wij hopen overigens van harte dat dit een succes wordt, want zo'n lekker ding. Nog even van buiten ziet. Ja, natuurlijk, bekend recept. We hebben de M3 en we hebben de 3-serie Touring. Voeg je het geheel samen. Tadaa! Dat is overigens 88 mm, wat bijna 9 centimeter is. Langer dan een standaard 3-serie Touring en ook ietsje breder, 77 mm. Het is ook wel lekker uitgeklopt. Gewoon stevig, lekker gespierd uiterlijk. Wat wel grappig is, ik weet niet of jullie het meteen zien, maar als je goed kijkt, dan zie je het wel. Het is een breedte set qua banden, maar dat scheelt eigenlijk maar heel weinig. 2,75 voor en 2,85 achter. Maar het is ook een hoogte set. 19 inch voor, 20 inch achter. Toch wel grappig. Porsche doet het ook met de 911. En de Chrysler Crossfire heeft dat ook volgens mij even uit mijn hoofd. Hè. Maar goed. Dat zijn de details die ook bij de huidige M3 sedan en M4 natuurlijk ook gelden. Aantal touring-specifieke dingen, ja, eigenlijk zijn er niet zoveel. Hij heeft het langste dak ooit bij een BMW M3. En een beetje flauwig. Je zou denken, oh leuk, carbon dak. Maar dat is niet. Het is gewoon metaal. Het is zwart gespoten. Hij heeft altijd die roofrails, die ook in het zwart zijn. Optioneel in kleur van de auto. Net als de spiegels overigens. En dan kan je hem toch een soort iets understated look mee geven. Hij heeft een extra flapje, gurney flapje hier op de achterspoiler. Natuurlijk toch iets meer power. Ja, en die achterkant, ik vind dit wel mooi hoor. Het is toch allemaal lekker dik. Eigenlijk heel erg onbescheiden. 4x10 centimeter uitlaten. Ik bedoel, het klapt er lekker uit. En misschien moet ik iets langer de kofferbak laten zien dan ik in de intro deed. Ja, dit is natuurlijk toch wel de charme van deze auto. Dat hij een elektrische kofferklep heeft. Nou ja, handig. Ook nog een vakje hieronder. Kan je ook nog wat dingen in kwijt. Hier overigens ook nog een vakje. Dan moet ik even dit weer weghalen. Dat is trouwens bij... Jongen, ik ontdek iets. Goh, kijk nou. Dat is mooi. Gewoon een soort opstaand ding, een randje. Maar waarom zit die hier? Oh, dat is om hem beter te pakken. Nee, dat is serieus handig, toch? Zit hier dan wel weer dingen? Zit hier weer dingen waarvan ik... Wat zijn dat voor dingen? Wat zijn dit? Waarom zit dit hier? Maar goed, maakt niet uit. Lekker ruim. Dus ja, dat is dan wel weer geinig. En wat ik wel leuk vond... Als je er goed naar kijkt, die auto heeft eigenlijk een hele zwarte rand eromheen. Dus zowel in de voorbumper zit ook een zwarte rand, die sideskirts en achter die diffuser. Eigenlijk een soort aerodynamische band die er helemaal omheen zit. Ik vind hem wel echt heel erg dik. Hier word ik echt zeg maar weer hebberig van dat ik denk, nou ik ga nu naar 320i Tourings kijken met 100.000 kilometer. Nou ja, dat zo werkt het wel. Als dan mijn hoofd al zo werkt, moet dit zeg maar ook vooral bij jullie heel veel doen dat je nu denkt, ja ik moet gewoon een 3-serie Touring, want ja deze is er ook. Dan heb ik dan, als je dan een M-pakket erop doet, dan heb je dit, maar dan met minder vermogen. Het rijden, want daar gaat het natuurlijk om, die glorieuze 3 liter 6 in lijn, 2 turbo's, monoscroll turbo's. Nou ja, verder gewoon fantastisch qua technologie. Een blok wat ook nog enorm veel potentie heeft om te tunen. Niet dat dat nodig is, eigenlijk is het helemaal niet nodig. Het is echt zo'n auto waarbij ik rondrijd denk, ja, tuurlijk, meer vermogen, altijd beter. Maar nodig? Nee, dat is het niet. Standaard trim 510 pk bij 6250 toeren. 650 Nm aan koppel is gewoon veel. Maar dan ook
verspreid eigenlijk over lekker het hele toerenbereik. Vanaf 2750 tot 5500 toeren. Het is gewoon een koppelrijk blok. Zo voelt dat ook. Het gaat gewoon lekker van kiet. Redline, ja, 7250 toeren. Echt sterk. En dan goppelt natuurlijk aan die bliksemsnelle automaat. Het helpt gewoon allemaal wel mee om gewoon een auto te maken die echt snel is. Opgegeven door BMW, 0 naar 100, 3,6 seconden. Hij deed er iets langer over, maar wel prima. 0 naar 200, 12,9 seconden. Topsnelheid naar goed Duits gebruik. Daar gaan we weer. 250 km per uur. De begrens hakt erin. Tenzij het M-drivers package kiest. En volgens mij moet je dan een verplicht cursus volgen. Want ja, het wordt natuurlijk wel gevaarlijk dan allemaal. En dan mag je 280 km per uur. De Tour heeft dus belachelijk veel instellingen. We hebben dit scherm. Ik wil eerst even hier gaan naartoe. De M-mode. Dan heb je Road. Rood. De Road. Alle bestuurdersassistenten. Ik was niet snel genoeg. Alle bestuurdersassistentsystemen beschikbaar. Displays voor rijden met bestuursaanzet. Dan hebben we Sport. Dan gaat hij alweer wat andere dingen uitzetten. Bijvoorbeeld rijwisselhulp. Rijstrookverlating. Verlaten waarschuwing wordt gedetecteerd. En je hebt hier voor mijn neus iets anders. Hij verdwijnt elke keer. En dan hebben we track. En dan moet je iDrive in slaapstand. Track activeren. Moet ik nog even één keer aanklikken. Dan gaat hij uit. Dat scherm. En de Intelligent Safety gaat ook uit. Nou, als ik nou weer een keer hierop druk. Dan zou je verwachten dat hij... Hoppakee. Dat is één van de opties. Dan de ander komt hier inderdaad in beeld. De setup. En ik kan belachelijk veel instellen. De motor. Efficiënt, sport, sport plus. Onderstel, comfort, sport, sport plus. Stuurinrichting, comfort en sport. Wordt je wat zwaarder. Remmen, comfort en sport. Bijt net iets feller. Dat is wel fijn. En hier wordt het leuk. En eigenlijk moet ik dan even zo doen. We hebben DC aan. En als ik DC aan heb, dan mag ik alleen maar vierwiel drive kiezen. Als ik dan DC uitzet, helemaal uit, of M Dynamic Mode, dan kan ik naar de MX Drive setup, kom ik in dit scherm. Dan heb ik de keuze vierwiel drive sport, tweewiel drive. Tweewieldrijf, dan is het inderdaad alleen maar achterwielaandrijving. Perfecto voor driften natuurlijk. Eigenlijk de lekkerste voor de openbare weg. Als vierwieldrijf sport, dan heeft hij meer nadruk op achter. Eigenlijk nog meer nadruk met het koppelen op achter. Vierwieldrijf vind ik al niet heel erg saai hoor. Maar dit is nog leuker. Dat zijn alweer drie opties. En dan in tweewieldrijf hebben wij ook nog de M-Traction Control. Die ik in allerlei verschillende standen kan zetten. Waarbij je dus wat klein beetje tractiecontrole. Bijvoorbeeld als het heel glad is, dan kan dat fijn zijn. Om te zorgen dat ESP is dus wel uit, maar je hebt wel tractiecontrole. Zeg maar, het is puur race technologie voor de openbare weg. En het is wel gaaf dat het allemaal kan. Ik vind dat echt wel leuk. Weet je, het voegt iets toe aan een auto. Dan denk je misschien, man, dat is ingewikkeld om allemaal in te stellen. Nou, we hebben nog twee knoppen hier op het stuur, M1 en M2. En die kan ik hier instellen, M1 configuratie bijvoorbeeld. En daarin kan ik dan gaan kiezen wat er gebeurt als ik op die knop druk. Nou, dan gaat de motor in Sport Plus. Nou heb ik eigenlijk al die opties weer. Ook nog de optie voor de transmissie, want die kan in drive. En dan schakelt hij zelf in drie verschillende standen. Dus een 3 is heftiger. Of in S, nou in S schakel je zelf. Nou, onderstel, stuurinrichting, rem, DSC, MX drive, die tractiecontrole kan dus met 1 knop in 1 keer worden ingesteld. En als je denkt, ja maar ik heb verschillende opties nodig, nou dat kan, M2... Dan kan je weer andere dingen instellen. Bijvoorbeeld zeggen, ik wil die motor inefficiënt, maar wel het onderstel zo hard mogelijk. Nou, dat is niet heel logisch. Wat ik dan zou doen, Sport Plus. En dan wel bijvoorbeeld in drive, onderstel, dan doe ik lekker in comfort, stuurrichting, sport, rem, DSC. Dan in, nou, en een beetje helpen. Nou, ondertussen doet hij ook nog spraakfunctie, ik weet niet waarom. MX Drive Fuel Sport. Ja, dat is eigenlijk wel een hele fijne. Oh, we hebben ook nog M Sound, on of off. En start, stop. Alles allemaal te programmeren onder twee knopjes hier op het stuur. Dat is wel briljant. Als ik hem nou weer even op M2 druk. En jullie zagen misschien een beeld, maar
nu sta ik in de normaalstand. Als ik dan nog een keer als ik op M2 druk, zeg je, joh, rijbestabilisering wordt beperkt. Moet je bevestigen met nog een keer op M2 druk. Vind ik eigenlijk wel logisch, want je zet dus wel de hulpsystemen uit. En voor zo'n pro-driver als ik is dat natuurlijk niet zo'n probleem. Nee, nou ja, weet je, het is wel handig dat je dat bewust doet en niet onbewust. Redelijk briljant uitgevoerd, BMW. Ja, je kunt dus echt veel spelen met al die instellingen. Maar het onderstel is ook gewoon zo mooi. De balans van dit platform is gewoon zo mooi. Oh, dat is maar een beetje dat gevoel dat hij echt duwt met de achterkant. Hè? En als je dus wil, dan kan je hem echt zetten. Of je kan echt driften. Of je kan juist zeg maar lekker veel snelheid maken. Nou ja, en al die instellingen natuurlijk voor vier-wheel drive systemen. Ja, weet je, het is... I love it. Nee, daar word ik echt blij van. Dat heb ik al volgens mij al 10 keer gezegd met M3 en M4 en M440i en M340i. En zelfs de i4 tot op zekere hoogte. En de 330i ook nog motorbenen. Het is gewoon echt een lekker platform. En nog gekoppeld aan zo'n potente motor. Dit gaat zo af. Maar ja, als je dan je gezin gewoon normaal wil vervoeren... Nou, redelijk ruim. Veel goodies, mocht je die willen. Bijvoorbeeld optionele laserkoplampen boven de 60 km uur tot 550 meter ver schijnen. Alle assistentiesystemen, dus gewoon adaptieve cruise control, de lane departure warning, botswaarschuwingen. Stoelverwarming, stoelventilatie volgens mij zelfs. Ik zit even te kijken. Ja, zelfs stoelventilatie. Dus wat dat betreft echt een auto die alles kan. Hiermee kan je op het circuit rijden. Natuurlijk, hij is aan de zware kant. Maar ja, dat zijn alle moderne auto's. Je kan ermee op wintersport. Je kan ermee verhuizen. Je kan ermee naar de IKEA. Je kan ermee drag racen. En dat alles voor de luttele som van 145.000 euro. Nou, wie wil dat niet? Ja, ik wil dat wel, maar ja, dat geld is natuurlijk op zich altijd weer een issue. Man, wat is dit fijn. Zo'n lekkere auto. Ik hoop echt dat hij massaal wordt gekocht door alles en iedereen. Gewoon iedereen die ook maar enigszins overweegt van ik heb iets nodig met 4 of 5 zitplaatsen. Een beetje bagageruimte en performance. Veilig hè, voor inhalen en zo. Koop alsjeblieft massaal een M3 Touring, want dan worden ze tweedehands ook een beetje betaalbaar. Het is echt een lekkere auto. Een hele fijne auto. En ik vind hem mooi. Ik vind de grill mooi, heb ik altijd gevonden. Andere mensen beginnen er ook aan te wennen, hoor ik soms. Sommige anderen weer niet. Het zij zo. Maar ja, wel een lekker ding. Dit exemplaar, ja, keramische remmen bijna 10 mil. M-drivers package, individueel leer, individuele buitenkleur. Dus dan is die 175.000 euro opeens. Dus je kunt je nog een beetje te buiten gaan aan de optielijst. Kan je doen. Wordt de restwaarde niet anders van, hoop ik. Maar nee, het zou je kunnen doen. Overigens, facelift van de 3-serie. En daar zitten we nu dan ook in met automatisch met de M3 Touring. Heeft ook het nieuwe BMW OS 8. En ja, heel veel knoppen zijn er verdwenen. Dus ze hebben geen knoppen meer voor stoelverwarming. Om de temperatuur aan te passen en zo. Dat zou die allemaal met wat intelligentie redelijk zelf moeten doen. Schijnt als je langer doorrijdt dat dat zo is. Het enige kromme aan dit hele verhaal is... Oké, we hebben allemaal knoppen weggehaald die we op zich vaak gebruiken. Met het argument, ja, we moeten geen knoppen meer. Kijk ik op het stuur, we hebben ze net geteld. 21 knoppen. 21. Maar die 2 knopjes voor de stoelverwarming, die kunnen er niet meer af. Maar ja, als dat de enige klacht is... valt het allemaal wel mee. Terecht de autoblog auto van het jaar dus wat mij betreft. En ja, auto, ja, ik ben een beetje verliefd op. Het kan soms heel duur worden, verliefd worden. Maar dit is even nog boven budget. Dat gaan we nog even niet doen. Maar ik hoop tweedehands. Martijn en ik hopen tweedehands dat er een heleboel aankomen. Dankjewel voor het kijken. We zullen ook wel eens een keer met iets gaan rijden wat niet drift. Voorwielaandrijver of zo. Zoiets. Wordt het een beetje zat natuurlijk, die driftbeelden. Maar, dus je kan je gewoon veilig abonneren en notificatie aanzetten. Want we rijden ook wel eens met voorwielaandrijving.